Doe eens een anekdote. Ik kan het zo subtiel krijgen voor mijn zaad. Geen les van de Portugezen! Piep voor mijn sokken gereden! Jij hebt leren typen? Met die snor die een storing kopen! En ik die vivo lezen! Het is ook echt een slobroze! Best rijtje, Vom! Het is niet te vragen, het is ook glas. Die eet alleen maar fruit dan. Ik ken dat ook heel goed. Sorry? Hij is draag van dit goud. Je hebt ook die boeken met die gele kaft. Keihard. Sla en zo. Bij die Noormannen had je dat ook al. Benno wil ze niet meer binden. Zijn we pizza's aan het bestellen? Wekken op de brug? Heel vies. Voordat het van een boomblad is gevallen. En mijn neus kwam nu! Ik had een keer met mijn zusje. Ik had me gewoon geen pottenkijkers. Letterlijk. Ik word homo. Nee. Het is een mini-wespje. Maar u kunt namelijk niet weggaan zonder een keer van ons gepoept te hebben. Een vreselijk wijf met twee kinderen ook nog. Het is pikslobbera. Dolma is vier. Oh. De laatste avond in de kroeg, de familie had geen zin. Ik heb van hem leren tappen trouwens. Maar is wel een auto die blijft. Wat tellen schapen als ze niet kunnen slapen? Was dat allemaal nee. Maar ik had al een krant. En nou zelf ben je trouwen. We zagen ineens de jongste onderaan de trap. Drie is vier. Als die twee doorgaan, gaat het goed. Een goede aansteker is 24 van die blikken. De opperpot had een klacht ingediend. Oh. My precious. Goed. Hey! De SM-spullen waren niet aan te slijpen! Dat is echt wel onwijs briljant. Wat heb jij tegen olifanten? De glazen met rood, hè?